Wat gebeurt er zo meteen hier, meneer? We hebben straks de onthulling van onze vrijheidsstrijders. En daarna is er een onthulling van een immigratiemonument. Dat hebben we straks. Twee dus? Twee monumenten. Ja. Zijn er wel grote? Ja, zijn grote, mooie monumenten. Ramon, een foto moment hoor. Kom een keer met de president, maak een foto. Oké, dan moet je fotograaf. Ja, Maar er is nog één ongeluk daar. Want dat is de kans als eer aan hem overlaat. Dus ik hoop dat ik de kaas heb. Immigratie, dan ook de regering, met name de president. We hebben een prachtig stuk terrein. We waren 2 jaar mee bezig. We hebben een prachtig stuk terrein gekregen van de staat en naast onze staatszaak. In het bijzonder wil ik de president bedanken en ook meneer Munsi, meneer Ajay Munsi, onze historicus, meneer Moritz Sasankhan, mevrouw Urmila Ramlagan Singh en onze voorzitter van onze jubileumjaren, mijn senator Jack Ullen. Wil ik ook bedanken. Ik heb je net verteld, deze leiders waren geweldige leiders. Ze zijn opgekomen tegen het onderdrukkingssysteem van de koloniale machthebbers. Wij zijn een zeer, zeer erkentelijk, president. We zijn blij dat we deze moment, 150 jaar, samen met uw president, dit mogen meemaken. We hebben nog een aantal dingen in petto, meneer president. Iemand zei over van, we hebben een mooie plateau daar bij Baba en Mayplein. Maar zei van, aan de zei van, nou, dan gaan we ergens reserveren. Dank u wel, president. Dank u wel. Dank u wel, voorzitter van de Stichting van de Zaanse Migratie, meneer Ramon Kralen-Persat. President, ik weet dat het is druk, we gaan even snel op tempo werken. We gaan nu over tot het monument, idee van de culturele Unie Suriname. Ik vraag de mensen om kus. Om daarachter te helpen. En dan ga ik vragen de president of hij ons ook helpt alsjeblieft. En dan gaan we over de onthulling van het monument. First Lady, bestuurkus. Meneer S.A.I. mag optrekken, meneer Jack Uren. Mag u trekken, dames en heren, een applausje. Monument in het kader van 150 jaar Hindustaans-immigratie. En dan ga ik snel voor u lezen. Monument ter herdenking van 150 jaar Hindustaans-immigratie. In de Republiek Suriname, onthuld door de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Chandrika Persat Sentoki, op initiatief van de Culturele Unie Suriname, 5 juni 2023, de Paramaribo. Snel ga ik uitleggen, dames en heren. Wanneer u kijkt naar het monument, dan ziet u Suriname met Tigri erbij. Tigri hebben we meegenomen hier zo. U ziet het Suriname. En dat anker is meer dan 100 jaar oud. En dit stelt dat wij hier verankerd zijn, 150 jaar in Suriname. We zijn verankerd, 150 jaar in Suriname. Als ik hier deze kant mag gaan, toen wij hier kwamen, president, dan mag ik alsjeblieft, dan hebben we onze broeders, toen hebben we onze broeders en zusters hier gevonden, die er hier waren. Obrasading, op India, 5 juni 1873. Samen met hun zijn we hier begonnen. We groeien,
We groeien 5 juni 2023. We gaan groeien, Suriname, elke Suriname, we gaan groeien, dames en heren. We gaan groeien naar hogere hoogtes met ondersteuning van onze president. Maak een applaus, dames en heren, in het kader van 150 jaar Immigratie Integratie. Hier heeft dit moment en het monument. We zijn verankerd. Met een anker zijn we verankerd. Verankerd in ons mooi en geliefd land Suriname. Dankbaar voor onze voorouders, voor de keuzes gemaakt in moeilijke dagen. Met een anker zijn we verankerd. 5 juli 1873, de start van een nieuw begin. Een begin van hard werken en zoeken. Met ons allen die hier waren en naar zijn gebracht. Bouwen aan een mooie toekomst voor alle nazaten. Met een anker zijn we verankerd. 5 juli 2023. Vandaag, 150 jaar later, hebben we een gezamenlijk doel voor ogen. En werken zullen we samen vooruit en hoger opkomen. Met een anker zijn we verankerd. Verankerd in ons mooi en geliefd land. Suriname. Mikey, dames en heren. Dames en heren in Suriname. In het kader van de herdenking, maar ook de viering van 150 jaar Hindoestaanse immigratie. En samen met de president van India neem ik een tour en leg ik een traject af. En nu sta ik hier. Maar ik kan kort samenvatten wat we allemaal gezamenlijk gezien hebben. Eén is namelijk dat we vandaag als land, als natie, de Hindoestaanse immigratie vieren en herdenken. En hoe kan het ook anders? En dat is dan de diepere betekenis. Dat is dan ook die toegevoegde waarde als je dat viert met je oorsprong. Met jouw moederland, met de president van India, mevrouw Murmu. En tweede is dat we gestart zijn met de komst van het schip Lalaroep. En we hebben gezien hoe onze mensen allemaal zijn gekomen 150 jaar geleden. Maar laat me ook daarbij zeggen dat het een trip is geweest van maanden met veel onzekerheid. Met veel angst. Maar één ding was voor de groepen die gekomen zijn, onze voorouders, helder. Ze hadden een anker. En die anker was in het geloof Suriraam. Dat ze zeker hebben gelaten, liefde hebben gelaten, familie hebben gelaten, hun land hebben gelaten en gekozen hebben voor onzekerheid, onbekende bestemming, maar hun anker was het geloof Suriraam. En dat is geloof wat we altijd moeten vasthouden, geloof in de schepper en dat, laat dat vandaag toegevoegd zijn als er daar een anker vandaag onthuld wordt, het geloof en hoop wat we als natie nodig hebben, dat je in tijden van onzekerheid vasthoudt aan iets, vasthoudt aan je geloof. Wat we ook gezien hebben, is inderdaad dat mensen onder mensonterende omstandigheden hebben moeten werken. We kunnen het noemen valse beloften, we kunnen het noemen misleiding, we kunnen het noemen dwang. Maar uiteindelijk zijn ze hier gekomen. En ik zag waarmee ze gekomen waren, met een zakje, een jori. Zat er geld in? Nee. Wat zat erin? Durf, moed, vastberadenheid, hard werken, geloof, dharma. Maar met name niet werken voor jezelf, maar werken voor de generatie die na jou komt. Werken voor een betere toekomst voor je kinderen en kindskinderen. En kijk voor wie ze gewerkt hebben, kijk nu om je heen. Voor wie ze gewerkt hebben, dat we het vandaag beter hebben. Maar toch weer klaar.
Neem dat voorbeeld van hun. Maar het is niet alleen voor bloemen. Wat er allemaal gebeurd is en wat we bereikt hebben. We hebben net gehoord de strijd van Mathura, Ramjani en Rajguru. De drie strijders, de drie helden. Wat ze gedaan hebben. Ja, ze hebben strijd geleverd tegen onrecht. Ze hebben strijd geleverd tegen mensonterende omstandigheden. Ze hebben strijd geleverd tegen onrechtvaardigheid. En dat is wat we moeten vasthouden. Want zonder strijd van hun weten we niet of we vandaag hier zouden zijn. Dat weten we niet. Maar laten we dat vandaag memoreren. En ook hun eren en hulde brengen. Maar wat nemen we mee? Doorgaan met die strijd tegen onrechtvaardigheid, tegen oneerlijkheid. En dat is wat we hieruit moeten halen. Dat we hier zijn om ook een strijd te leveren voor verbetering van onze natie. En een betere basis leggen als wij teruggeroepen worden. Dat onze kinderen en kindskinderen het beter zullen hebben zoals zij dat gedaan hebben voor ons. Mijn mensen, anker is duidelijk. En in feite zeggen KUS en ook de Stichting Hindoestaanse Immigratie. Hoe wij hier ook samenkwamen, aan zijn grond zijn wij verankerd. Dat is wat het symboliseert. Applausje! Ja? Yeah. Marcus en Stichting Hindoestaanse Immigratie. Jullie kennen me inmiddels toch? Jullie hebben ook een strijd geleverd, ja. Jullie hebben ook een strijd geleverd dat vandaag wij de onthulling hier kunnen verrichten. Een strijd van enkele jaren. Over locatie, over plaats, over stijl, over moment. En ik heb de eer gehad als president van het land om een klein bijdrage ook daaraan te leveren. Dat vandaag KUS en Stichting Hindoestaanse Immigratie, net zoals onze voorouders dat gedaan hebben, broederlijk in eenheid hier staan en monumenten onthullen. Dan weet u dat naast en tussen deze monumenten nog iets anders staat wat u daar niet ziet. Dat is liefde voor elkaar. Dat is broederschap. Dat is eenheid wat we nodig hebben. En dat hebben jullie gedemonstreerd. Gefeliciteerd. Jullie allemaal ook gefeliciteerd met deze geweldige dag. We hebben nog heel wat activiteiten vandaag. De president kan niet overal zijn. Gaan jullie naar die activiteiten? In Saramaka hebben we activiteiten. In Nigeria hebben we activiteiten. In Wageningen hebben we activiteiten. In Kommerwijnen ben ik wel een deel aanwezig morgen. Maar voor vandaag hebben we straks nog heel wat activiteiten. Allemaal in het kader van 150 jaar Hindoestaanse immigratie. Gefeliciteerd, Surinaamse natie. Gefeliciteerd, alle Hindoestaanse broeders en zusters. Samen met alle groepen. En dat is wat ik net daar gezegd heb. Dat we een boom geplant hebben. Sandalwood. Maar in het Hindoestaans zeg met Chandani. Chandani kapeer. Chandan kapeer. En laten we daarbij dan het gedicht van Weilen Heer Dobro meenemen. Wambong. So many viviri. Ja, maar one people. One people. One liba. So many kriki. Maar alla watra aiga. One se. Laat dat ook gesymboliseerd worden met die boom. Maar laat die boom ook symboliseren. Dat we als land een van de drie landen in de wereld zijn. Met een carbon negatieve status. En dat we een bos hebben. Welke gekwalificeerd wordt als te zijn. Een land met een hele hoge bebossing van 94%. En laat die boom ook bijdragen aan die verdere bebossing. Laat die boom ook bijdragen dat het bijdraagt aan zuurstofverschaffing aan die wereld. Maar laat die wereld ook begrijpen, om pioenen ook. Ja, dat ook gecompenseerd moeten worden.
En daarmee zijn we bezig als land met onze climate change en carbon credit strategie, dat we ook als land inkomsten kunnen genereren op basis van onze historische daad, dat we ons bos hebben kunnen beschermen. En daarbij dank ik zeker onze inheemse bevolking, die jaren daar ons bos beschermd en verzorgd heeft, maar ook onze Maron gemeenschap, die jaren daar ook gezorgd heeft dat onze bossen beschermd zijn. Laten we doorgaan als Surinamers om dat beleid voor te zetten. God bless you all, gefeliciteerd! Ja, ook gefeliciteerd. Dankjewel, president. Dankjewel. Al die senioren burgers, om nog een aardje na niet te zijn. Om nog een bier op Chapa Banakoi. Samdien, ja. Aardje na niet. Aardje na niet, pranam. Bara kuchhi mati. Ik ben daar, ja, aap nog. En jij, kabhi puti, man. Dankjewel. Ik sta hier met meneer Aniel Munerat, voorzitter van de Culturele Unie Suriname. Hij gaat ons meer vertellen over... Over het monument dat ik u wil vertellen. Als u kijkt naar het monument, dan ziet u dat wij Suriname kaart hebben proberen uit te beelden hier zo. Met al die hoeken en alles. En we hebben proberen de rivier een beetje te tekenen. En we hebben op Surinaamse kaart een anker geplaatst. En die anker is meer dan 100 jaar oud. Die hebben we uit België laten komen, in België gekocht en naar Suriname verscheept. En met anker willen wij aangeven dat we 150 jaar vandaag verankerd zijn in Suriname. De kolommen die u ziet, wat we eigenlijk daar uitbeelden. De kolommen, dat zijn begin toen we kwamen, hebben we heel veel van onze broeders en zusters hier ontmoet. Samen met hun gaan we naar 5 juni 1873, wanneer wij hier naar Suriname zijn gekomen. Ik zeg mijn voorouders eigenlijk. En dan groeien we door 5 juni 2073 daar in het midden. En de bedoeling is dat we gezamenlijk, samen met iedereen, door gaan groeien naar hogere hoogtes. Zodat ons mooie land voor iedereen mooi kan worden. En dat we gezamenlijk een mooi land, in ons mooie land kunnen blijven. Samen, gezamenlijk vooruit kunnen gaan.